Ik wil je een kleine impressie geven van onze online training voor de Hallux Valgus. Kijk, je ziet het hier bovenaan staan. Het zijn 9 modules, 72 lessen en 2 bijlagen. Elke module bestaat uit verschillende oefeningen. De oefeningen per module doe je 2 tot 3 weken. In totaal zijn het 9 modules, maar die eerste module is eigenlijk een inleiding voor de Hallux Valgus. En in die inleiding er staat allemaal informatie over hoe je moet oefenen, de eventuele consulten, hoe je de zelftest doet en over steunzolen. Nou ja, noem maar op, dat vind je allemaal in de inleiding. En dan vind je hier vanaf module 1 de modules met de oefeningen. En in elke module zitten 5 tot 6 nieuwe oefeningen. Maar je krijgt ook heel veel informatie in de verschillende modules over anatomie, de houding, de stand van je voeten. En dat is zo belangrijk omdat je dan ook weet of begrijpt waarom je een bepaalde oefening moet doen. En als we nu eens kijken naar de oefeningen, ik neem module 2. En daarin staat waarom je de oefening moet doen bij elke oefening, hoe je het moet doen en wat het resultaat zou zijn. En als we nu eens kijken bijvoorbeeld deze oefening, pompen onder het eerste middenvoetsbeentje. Ik ga het even een klein stukje laten zien. Dan heb je ook een idee van hoe die oefening verloopt. Het doel van deze oefening is het stimuleren van het gebied van de binnenboog van de voet. En dan in het bijzonder de binnenboog net voor het gewricht van de grote teen. En met deze oefening ga je staan, waardoor je dit deel van de voet extra gaat stimuleren. Wat ik je heel graag wil laten zien, dat is een meedoe-sessie. En de mensen zijn hier heel erg enthousiast over. Want we hebben in iedere module een bundeling gemaakt van alle oefeningen die je in de nieuwe module hebt gekregen, maar ook in de voorgaande modules. Dus het is een compilatie van alle oefeningen. Die oefeningen zijn achter elkaar gezet. Je hoeft niet te tellen. Wij tellen voor je en het is eigenlijk gewoon een kwestie van meedoen. In totaal zijn er 8 modules en aan het einde heb je de hele training doorlopen en dan zal je zeker resultaat hebben. Een mooie aanvulling op de training is de community. En daarin kan je de ervaringen delen met anderen, maar je kan ook foto's laten zien, eigenlijk alles wat je kwijt wil. En wij staan natuurlijk klaar met support. Het is een online training, maar we zijn er altijd op de achtergrond. Je kan hier het onderwerp aangeven, je kan je vraag stellen en je klikt op verstuur. Dit was een kleine impressie van de online training voor de Hallux Valgus. Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@voetentraining.nl. Veel succes met oefenen!